tattoos duiken. Goh, ja. Je lijkt echt op een model. Vind je? Ja, joh, je vindt jezelf toch wel geweldig. Dus doe me niet net alsof. Sexy. Sexy? Ja, dat kan ik ook zijn. Gooi je haar los. Oh. Ja, dat ik denk dat ik even wat ga zeggen over wat ik aan heb. Nou, ik sta met één voet gewoon heel nuchter op de grond. Mijn andere voet is een beetje gek. Die is een beetje een discovoet. Ik hou van vrouwelijk. Van klassiek ook. Ja, ik ben best wel perfectionistisch. Ik vind dat dingen bij elkaar moeten passen. En ja, vandaar dat ik eigenlijk dit heb uitgekozen. Het ging eigenlijk niet om de kettingen bij mij, waarom ik het had uitgekozen. Dus. Oké, want nu lijkt net of je op slot zit, zeg maar. Nee. Nee, nee. Ik ben helemaal open. Dus vraag maar raak. Jardine snapt het niet helemaal. Die was waarschijnlijk de hersenen in Limburg vergeten. Want die begon opeens een soort van idols-truc uit te halen daar. En dat was niet helemaal de bedoeling. A kiss on the hand may be quite continental. But diamonds are a girl's best friend. Marilyn Monroe is heel coquet. En dat vond ik ook wel bij mijzelf passen. Hoe lang ben je? Moet ik het echt zeggen? Ja. 1,74. Nou, dat is dus 1,72. 1,74 echt. All the big things come in small packages. Nou, dan kom je bij mij niet meer weg hoor. Wie is trouwens jouw grote voorbeeld als model? Als model? Carolina Kurkova. Ze is heel speciaal, vind ik, omdat ze... ze heeft bijvoorbeeld een soort wrat of zo, of een pukkel in ieder geval, of haar voorhoofd. En... Vind je ook een piercing? Heb je nog op meerdere plaatsen tatoeages en piercings? Ja, ik heb een hele kleine tatoeage. Die zit hier en dat is een naam. Oh, is het uit? Een naam van een ex. Nou, vertel me wat over jezelf en waarom je dit pak aan hebt. Het is een beetje excentrisch, net als ik. Vind je jezelf excentrisch? Een beetje wel, vergeleken met andere mensen soms. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Wat voor soort schoonheid vind jij jezelf? Ik denk meer apart. Je moet ervan houden, zal ik maar zeggen. Ik ben Holland's Next Topmodel, dat moet hij weten, want iemand anders is hij niet. Ik had dus iets, maar er zat Sanne 2. Met accent dan, niet als model. Ik geef nu alles en ik doe zoveel mogelijk, want ik wil even een verpletterende indruk. Nou, met die duikbril lukt dat wel hoor. Ja, doe die dus allebei af, ja, alsjeblieft. En ook die pet ook af. Die is omdat ik heel praktisch ben. Ja. Zo'n soort Brigitte Nielsen. Meer, trek meer uit. Ik had wel het idee dat ik een indruk had achtergelaten. Ik vind je eigenlijk wel een beetje intimiderend. Met een judoka, politie. Oh. Zal ik het niet voordoen? Ja. Bastiaan, ben je verzekerd? Dan had Bastiaan dat weer niet moeten doen. Qua rug, zeg maar. Ik ben ook weer... niet gelukt. Tja, wat een watje, die Monique. Ik bedoel, als ze nou zo goed kan judo, hadden ze mij op de vloer gekregen. Maar dat lukte dus mooi niet. Laat ons dus wat poses zien. Straks gaat ze 06 nog vragen. Ja. Dat was Penthouse. Dat was hel. Nou, normaal doe ik gewoon zo met je ogen. Zo. Je ogen. Doe het nog eens. De. Wat is dat, sorry? Gewoon echt gewoon dat je gewoon goed in de camera kijkt. Ik wil nu graag 5 poses die jou als model illustreren. Ja, ik ben geopereerd en daardoor kan ik geen kinderen meer krijgen. Dus dat is dan wel, ja, zwaar. Er zaten daar 4 mensen tegenover me en dan moest ik dat uit gaan leggen, terwijl ik het nooit aan iemand vertel. En zelfs nu hier kan ik er nog niet tegen. Ja, ik ben even een beetje helemaal... Nee, dat begrijp ik. Ze weten toch wel de vragen te stellen die je dan eventjes op dat moment... ja, gewoon... Dat je, waar je echt eventjes helemaal perplex staat. Waarom wil jij Holland's Next Topmodel worden? Omdat ik denk dat de titel op mijn lijf geschreven is. Ja, ze staat toch niet te huilen nou?
Nee. Nee, zeg ze. Sorry. Van haar had ik echt niet verwacht dat ze, ja, dat ze op me afkwam, zou komen en me zou omhelzen. Nee, absoluut niet. Nee, had ik niet verwacht en dat vond ik erg tof, ja. Studeer je op het moment of werk? Nee, nu studeer ik, nu doe ik helemaal niet. Niks. Dus helemaal niks. Ik wist gewoon niet wat voor antwoord ik eigenlijk moest geven. Dus je bent werkeloos? Ja, en daarom wil je model worden? Want daar is business. Je hebt geld nodig. Het was gewoon eng eigenlijk. Ik stond gewoon te trillen gewoon, echt. Ja, ik probeerde ze niet natuurlijk niet te laten zien. Dit is mijn smetvrees, Hans. Ik vind heel veel dingen wel vies. Als ik kon schoonmaken de hele dag, dan deed ik dat. Maar je hebt nu kleding aan die uit een of ander magazijn komt. Het al weet ik. Ik weet het. Je hoeft het niet de hele tijd te blijven zeggen, hoor. Je hebt ook een hele vieze pruik op je hoofd. Nee, ik weet het. Dus je wil eigenlijk nu het liefste douchen? Nou, niet nu, maar wel straks, ja. Hoe kan je nou meedoen met Holland's Next Topmodel als je smetvrees hebt? Je moet toch, je wordt elke dag opgemaakt, weer met kwasten die ook bij andere modellen hun gezichten zijn geweest. Ik bedoel, dat kan bijna niet met smetvrees. Waarom ben jij Holland's Next Topmodel? Omdat ik heel cool ben. Maar waarom ben je cool? Nou, gewoon omdat ik niet een standaard modellenmeisje ben. Ik dacht van, nou, ik ga er gewoon naar binnen. Ik laat zien wie ik ben, maar meteen kreeg ik zo'n opmerking. Toen dacht ik... Maar zij is toch stereotype wat mensen van modellen verwachten? Dom. Oh, alsjeblieft. Wil jij eens een Luxaflex voor mij doen? Luxaflex? Ja. Een Luxaflex nadoen? Ja, Luxaflex. Doe een Luxaflex. Doe een Luxaflex? Ja. Goed! Ik was er niet opgekomen. Ik had meer dit gedaan, denk ik. Of zo. Doe eens een tomaat. Maar dan doe je de vorm van een tomaat. Tomaat. Hoe doe je tomaat, een tomaat qua gevoel? Qua gevoel. Heel, ja, rood. En... Nee, je wordt al rood. Ja, ik denk aan tomaat. Ja, heel goed. Het is wel heel erg moeilijk. Ik heb nog nooit over nagedacht hoe een tomaat dat zou doen. Je deed Marilyn? Ja. Het is wel iemand die aan een overdosis is gestorven. Oh, maar zo kwetsbaar? Nee, ik sta wel sterk in mijn schoenen. Ik denk niet dat zoiets mij zou kunnen overkomen. Wat heb je dan meegemaakt? Ja, van alles in mijn verleden ben ik seksueel misbruikt. En ik heb tot mijn 16e niemand verteld. En ja, daar moet je toch vanaf kleins af aan toch mee leren omgaan. En het verandert je persoonlijkheid heel erg. Van binnen ben je dan heel verdrietig en heb je pijn, maar van buiten moet je gewoon, ja, een vrolijk meisje zijn, en zodat niemand wat in de gaten heeft. En ja, dat is toch wel heel moeilijk, want het is heel tegenstrijdig. Ik hoef me daar niet voor te schamen, vind ik. Ik snap niet waarom ze geen barrière heeft af en toe. Denk, nou, ze heeft al tegen mij al zulke persoonlijke dingen verteld dat ik echt denk van, waarom? Waarom wil je, kan ik je ergens mee helpen? Mijn moeder verhuisde op mijn 13e verhuisde zij naar Amerika. Dus ze heeft me eigenlijk voor mijn gevoel in de steek gelaten. En ik woon nu sinds mijn 16 op mezelf. En het is voor mij altijd helemaal raar geweest. En ik begrijp het nog steeds allemaal niet. Draai eens om en dan draai je in één keer terug met de look die je wil geven aan ons. 1, 2, 3 en dan nu een look. En wat is dit? Spontaan. Ik hoorde gewoon die spieren scheuren terwijl ze in die split zakten. Nou, dan ben je klaar. En dan denk je, oké. Zit ik erin? Zit ik er niet in? Zit ik erin? Oh, zij is mooi. Dag, dames. De jury is eruit. Ik ga nu de namen opnoemen van de meisjes die het modellenappartement in zullen gaan. En die wij gaan opleiden tot Holland's Next Topmodel. Die zenuwen van de meisjes, dat raakt mij heel erg. Ze staan allemaal te trillen. Je ziet die harten heen en weer gaan. En de trillende lipjes. Je ziet die ogen die beginnen helemaal vol te lopen. Dan denk je echt, oh, ik zou ze allemaal willen nemen. De eerste naam die ik ga noemen is Nana. De volgende naam is
Iris. Toen hoorde ik ineens mijn naam. Toen dacht ik echt van, what the fuck. Ik geloofde het eigenlijk helemaal niet. Cecilia. Ik had haar in eerste instantie misschien niet tussen de modellen neergezet. Carm. Die spanning die je op tv ziet, die voel je daar. Alleen dan nog 30.000 keer, zeg maar. Elke naam die ze noemde, dacht ik, oh shit, shit, shit. Ik vond het echt heel erg spannend. Cassandra. Het volgende meisje is Monique. Anna Jonker. Sophie. Het volgende meisje is Cecile. Lily. Ik wist niet wat me overkwam. Jezus, oh my god. Het was echt heel mooi gewoon. Ik begon gewoon spontaan te huilen. Anne? Ja! Ik zat helemaal van, hè? Ik geloof dit niet. Laat. Jardine. Jij bent de laatste. Ja, gefeliciteerd. De keuze was gemaakt. Deze 12 modellen gaan het appartement in. Echt op zijn Hollands gezegd. Kut. Niet hier, nee, wat kan je nog doen? Je kan niks doen. Ik ben blij voor hun. Zeker, ik misgun het niemand, weet wel. Maar ja, hierbij houdt het vol. Dit zijn de deelnemers. Dit zijn de 12 mooiste en meest getalenteerde topmodellen in wording. En speciaal voor hun hebben we een paar prachtige suites gehuurd in Hotel Arena in Amsterdam. Al was het maar voor even. Ik vind de groep dit seizoen echt helemaal te gek. Super gemêleerd. Het gaat echt van donker Ghanees tot en met rood Engels. Alles zit eigenlijk in één groep van 12 meiden. Hallo dames, hallo. Hi. Jullie blij? Ja! Goed zo. Kijk om je heen. Dit is jullie verblijfplaats voor de komende tijd dat we ons next topmodel gaan doen. Ik heb hier een kamer in derde, ik heb hier sleutels. Dus ik wil graag Anne en Cassandra. Cecilia en Sophie. Ines en Anna, Ines, Carmen en Jardine, alsjeblieft. En de laatste kamer. Je gaat nu zo snel mogelijk naar je kamer toe. Zet je koffer daar neer en zo snel mogelijk weer naar beneden te komen. Nou, ik heb een koffer van 2x4. Het is echt een mega grote koffer. Ik krijg hem gewoon niet omhoog. Ik wist niet wat me overkwam. Jezus, oh my god. Het was echt heel mooi gewoon. En super! Toen dacht ik, does it get any better? Ah, yes! Toen werd er gezegd, ja, we hebben nog een verrassing voor jullie. Dus wat is het? Ja, waar gaan we naartoe?